Het bondsbestuur van de RBTT werknemersorganisatie RBTTWO heeft besloten om de acties tot en met zondag 28 juli middernacht op te schorten. Dit meldt bondsvoorzitter Willy Rodriguez in een schrijven aan de leden. Gistermiddag zijn er door tussenkomst van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname besprekingen geweest tussen het bondsbestuur en een vertegenwoordiger van de bank met als doel de ontstane impasse te doorbreken. Partijen zijn uit elkaar gegaan met de afspraak dat de bank in een brief een voorstel zal doen aan het bestuur, waarna de bond op dit voorstel zal reageren. De bond bij de RBC Bank ging op vrijdag 19 juli in actie toen de gesprekken om te komen tot een nieuwe CAO vastliepen.